Wij zijn benieuwd. Of mensen het verschil. Oh, wat zijn we aan het doen, joh? Dat gaan we doen, jij. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. Met weer een fantastische nieuwsgierige vraag. Spoelde je jezelf even terug? Ja, dat deed ik even snel. Hard. Ja, even een kleine bespreking. Maar we gaan het ook niet opnieuw doen. We hebben hier een x-aantal biertjes voor ons staan. Eentje met alcohol, eentje zonder alcohol. Je kan, ja, qua uiterlijk kan je ze eigenlijk niet onderscheiden, behalve dat de dop anders is. We hebben de labels er vanaf gehaald, dus op het moment dat de dop los is, weet je niet meer wat is. Nee, mag ik even vragen? Laten we zelf... En dan? Serieus? Zijn ze nu in staat om bier zo goed na te maken zonder alcohol dat je het verschil niet meer proeft? Bam! Dat gaan we testen! Ja, maar Martijn, dan nog steeds. Wat is dan... En dan? Ja, en dan hebben we een item. En dan? Ja, je proeft het verschil niet. Dus drink dan maar altijd geen alcohol meer? Nee, drink vooral alcohol. Want het is leuker. Kale plek en alsjeblieft. Maar weet jij nog welke wat is? Nee, ik heb geen idee eigenlijk. Maar hoe gaan we dit nu moet jij vertellen of je het verschil proeft of hoe niet. Hoe gaan we het testen dan? Nee, is alcoholvrij. Ja? Ja, dan proef je meteen. Ik heb oprecht nog nooit een alcoholvrij biertje geproefd. Dus ik neem deze. Spannend. En. Ja, dit is bier. En dat? Dit is dan alcoholvrij. En dit gaan we kijken, hoor. Of de mensen hier in het park ook weten. Dat is echt niet normaal, man. Proost. Oké, nou ja, laat het wel... Sorry, ik zit hier ook. Laat het wel proberen. Ik ben heel nieuwsgierig. Mevrouw, komt u even hier. Jezus. Nee, dat snap ik. Oké, ik heb hier twee biertjes. Ja. Eén is alcoholvrij en eentje is met alcohol. Oh, je gaat toch niet vragen mij om het te proeven, hè? Jawel. Nee, want ik drink geen bier. Oh, nou dan hoop ik dat je de goede kiest. Nee, maar ik lust geen bier. Oh, dus kies. Okay. Maar ik vond het net zo leuk om even te kijken. Oh, dus nee, ja. Probeer even anders te wachten. Oké, dan gaat u wel mee dan, want u wil ik kijken. Ga wel mee. Ja, leuk. Jullie doen mee aan deze test, hebben wij besloten. Eentje met alcohol, eentje zonder. Ja. Kun jij het verschil proeven? Probeer maar. Dit kun jij. Precies. Nee, jij niet op dit gaan. Jij hebt gewoon een bierhoofd. Wees maar eerlijk. Heel eerlijk, ik heb geen idee meer. Ik meen het. Ik heb recht. Ik heb ook geen idee. Zijn ze ook allebei? Ik heb ze door elkaar gehaald. Oké. Even kijken. Rechts. Alcoholvrij. Hebben we een aansteker of iets? Ja, ik ga je helpen. Hier, op. Tap. Zo, snel terug naar je. Oké, dus dit kandidaten. Is alcoholvrij. Dit rechts is alcoholvrij. Ja. Rechts. We zijn terug. Okay, yes. Weet je het nu zeker? Ja, 100%. Maar het zit allebei in hetzelfde flesje. Ja, gek hè? Ze hebben allebei een andere dop. Kun je daar iets op aflezen? Nee. Maar proef je het verschil? Ik denk die pils. Jij denkt die pils? Ja. Ik denk jij hebt gelijk. Ja, want deze eerste slok was echt veel meer water en daarna proef je bier en daar proef je meteen wat bier. Goed zo. Wauw, we hebben echt een kenner hier. Wat heeft hij nou gewonnen? Nou, ga eens biertje. Thanks. Alsjeblieft, hè. Kijk, ik doe een klein onderzoekje. Ik ga even een biertje openen. Een 0.0'tje. Maar ook een echte. En nu ben ik benieuwd of u het echte biertje kan onderscheiden van het neppe biertje. Kijk, nu weet u nog dat het alcoholvrije biertje is. Ja, dat kan ook een truc zijn, bedoel je. En dan gaan we dat even op deze manier even zo doen. Want nu heb jij geen idee welke meer is. Welke is met alcohol en welke niet? Oké. Okay, begin eerst met die. Mag ik dan ook op drinken? Ja, nu is hij dan helemaal voor u. Tja, je bent een topper. Met jou kan ik praten. Ik kom elke dag bij jou kijken. Proost, hè? Ja, toch wel. Oké, okay, die andere moet ik dan ook proeven, toch? Zeker, maar wat denkt u? Is hij met of zonder alcohol? Dat hoor je zo. Dat hoor je zo. Ik ben een alcoholdrinker, dus het zal het wel ongetwijfeld. We hebben hier te maken met een kenner. Het is wel echt belangrijk dat we... Deze is de echte. Dit is de echte?
Ja. Dat weet je 100% zeker? Ja, klopt, dat doen we niet. Dan hou ik u niet langer in spanning. U heeft gelijk. Dat is een biertje met alcohol. Als een bier drinken, maak ik er echt op tegen. Nou jongen, je bent proost. Een engel. Nee, niet. Proost. Zeker weten. Top. Fijne dag, hè. Kijk, de echte kenner, die hou je niet zomaar voor de gek. Nee. Die heeft door dat dit een... Ja, wat het verschil is tussen alcoholvrij en niet alcoholvrij biertje. Een echte kenner hou je niet voor de gek. Nee. De jongen die jij aansprak, had het door. Ja. En de jongen die ik aansprak, had het ook door. En wij ook. Ja. Dus dat is vier mensen hadden het door. Maar goed, er zit een foutmarge in. Het zou kunnen zijn dat dit puur toeval is. Want je kan ook gewoon gokken, is het 50-50. Dus ja, die van jou was best wel zeker van zijn zaak, man. Ja, maar en die van mij kon het ook redelijk onderbouwen. Ja, fair enough. Maar misschien, heel misschien, dat weet je niet, gokten ze en zijn wij erin getuind. Dus om het onderzoekje meer kracht bij te zetten, hebben we meer testpersonen nodig die deze test willen afnemen. Dames, ja. Doen jullie mee met onze test? Woe! Leuk, kom erbij. Ja? Wat zeg je? Oh, kan je komen met ons? We hebben klootzak. Two kinds of beer. One without alcohol and one with alcohol. Now the question is, can you taste the difference? So the only difference you can see now is on the top of the bottle. So I'll open one. So you know this one is without the alcohol. Then we're gonna do a magic trick. And this one is with the alcohol. And there it comes. Now I'm the only person in the world who knows which one is which. Okay. Can you tell me the difference? Which one is with alcohol and which one is without alcohol? Can you tell me which one with alcohol or I'll with back. Okay. Spannend muziekje, spannend muziekje. Tromgroffel. Dum 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 dum. Can dum, I try it both? Yeah, of course. Yeah, that's the whole idea. No, I thought I had to say it right away. No, do explain. That one is without alcohol. Yeah. So you're saying that one is with alcohol? Yeah. Well, do you know yourself? I can tell you, that's a correct answer. Nee, je hebt helemaal gelijk. Can I do that? Yeah, yeah. Congratulations, you have just won the beers. Well, enjoy your day with beers. Oké. Okay. Bye dan. Bye. Alweer iemand die het door heeft. Ik zit gewoon heel erg te denken van wat zullen we volgende week toch weer eens gaan testen? Weet je waar ik heel nieuwsgierig ben? Of mensen het verschil tussen een echte pizza of een pizza met een bloemkop. Laten we dat testen. Ja. Willen jullie dat we dat gaan testen? Laten we het in de comments. Zullen we gewoon nog één keer testen of mensen het doorhebben? Nou, oké. Nog eentje dan, omdat het zo leuk is. Oké, is goed. Oké. Heren. Doen jullie mee aan ons testje? Wat ligt eraan, man? Kom erbij, gezellig. Hou je van bier? Mooi. Je hebt wel desperadotjes. Denk jij dat je het verschil kan proeven tussen een 0.0 en een echt biertje? Ik zou die weten, man. Geen. Wil je het proberen? Denk je dat jij... Je wilt het proberen? Leuk. Okay, nou, heb jij een opener? Heb ik hier. Top. Ja, oké. Ja. Zo. Ik heb ze gerusteld. Eentje is 0.0. En dan moet je even proeven. Dit is 0.0, man. Ja? Ja, weet zeker? Ja, man. 100%, je hoeft niet eens. Oh, hij wist het al gelijk. Maar is het antwoord het correct? Gelijk. Is het antwoord correct? Dat is de vraag. Moet wel. Ja, het is er. Ja, je hebt gelijk. Ja, toch? Ja. Dus, en je bent geen bierkenner? Nee, man, ik drink voor de rest helemaal niet niks. Kun je deze meenemen, alsjeblieft? klaar. Ik geloof het. Nee, maar dit is wel overduidelijk. Het is gewoon... Het is een verschil. Ja. Je proeft het verschil. Mensen proeven het verschil tussen een alcoholvrij biertje en een echt biertje. Het is echt zo. Sorry. Wat is dit shit?
Vond je dit een leuke video? Dit was het? Ja, dit was het dan. Ja, voor deze week was het hem. Het is treurig. Ja, hij wist het meteen. Dus meteen. We kunnen concluderen op ons nieuwsgierige vraag. Ja. Daar was je erg nieuwsgierig naar. Dit was jouw nieuwsgierige vraag. Hoeveel mensen het verschil tussen een alcoholvrij biertje en een normaal biertje? Daar kunnen we wel een duidelijk antwoord op geven. En dat antwoord is... Nee. Jawel. Oh. Ze proeven het verschil wel. Ja, ze proeven het verschil, ja. Vond je nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog. En... laat een reactie achter als jij ook het verschil kan proeven. En dan en laat even weten. Laat even weten. Of jij hier een tweede van ziet. Oh, wat is dit slecht.